Samen geschreven uh, met elkaar. En uh, een groot deel van de opbrengst van een boek uh, gaat naar een goed doel, de hersenstichting. En dat is ook niet voor niets. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, mijn uh, vader is uh, ja, kort geleden overleden aan een hersenbloeding. Uh, en, uh, en, en ja, als je dan zoiets doet, uh, dan, dan is het ook wel mooi om het te koppelen aan een, aan een ja, grote doel, zeg maar. Buiten het feit dat het natuurlijk ook voor kinderen natuurlijk geweldig is... dat ze meer gaan lezen. Maar ook een deel van de opbrengst gaat dus naar de hersenstichting. Ja. Uh, ja, daar hebben we natuurlijk bewust voor gekozen... om, uh, ja, om daar iets terug voor te doen. Want jouw vader was niet alleen groot fan van jou, maar... Ook van Goat Eagles? Hè? Ook van Goat Eagles en, en vooral ook van, uh, van mijn moeder's uh, boeken. <laughs> ja, <laughs> dus, uh, dus nee, hij was, uh, ja, hij was, hij was altijd uh, ja, de boeken aan het, uh, aan het lezen en, en doorspitten van waar kan het nog een stukje beter. En, en maar, maar ook bij de wedstrijden vond hij het geweldig. Hij was, uh, hij was groot fan geworden van Goat Eagles, uh, terwijl wij uit Amsterdam komen, dus dat is niet zo uh, normaal zeg maar. Uh, maar hij vond het geweldig in het stadion. En uh, ja, jullie gingen vaak, uh, vaak kijken. Ja, ja. Wij gingen alle thuiswedstrijden ja. sowieso. En uh, soms uitwedstrijden ook. Ja. ja. En nu? En nu, nu ga ik nog steeds. Maar ja, ja dan, dan ga ik. Uh, ja. Ja, ik heb nog drie zoons, vier zoons. Dus uh, er is altijd wel eentje te porren om mee te gaan. Uh, dat is heel erg leuk. Ja. En